bewerkte natuurlijk altijd mijn video's en ook mijn foto's. Waardoor je eigenlijk bijna niet meer zag dat ik het zelf was. Ik zag er echt uit als een supermodel bijna. En dat is natuurlijk allemaal niet echt. En ik wilde toch wel ik accepteerde mezelf niet zo. Dus ik vond dat ik moest bewerken. En daarom bewerkte ik constant mijn foto's en video's. Dat zie je ook wel als je op mijn website van Instagram kijkt. En op mijn Facebook bijvoorbeeld. Dan zie je dat het compleet bewerkt is. En ook mijn oude video's, als je die bekijkt, dan zie je dat mijn hoofd groter is, mijn lippen groter zijn, mijn neus kleiner is, dat soort dingetjes. Maar omdat ik mezelf wil leren accepteren zoals ik ben en meer van mezelf wil leren houden, heb ik besloten om een camera te kopen, een webcam, en mij te filmen zoals ik ben en dat aan de wereld te laten zien. In plaats van te laten zien hoe ik wil zijn en mezelf te bewerken in video's en foto's.